Pierre die kwam in de repetitie naar mij toe. Hij zei, Cor, zegt hij. Hij zegt, nou willen ze hebben als het talig gelijk spel wordt, dat ik moet kiezen. En dat wil ik helemaal niet. En dan moet je dat niet doen. Vindt u dit nog moeilijker dan alle kritiek op uw liedje? Ja, die kritiek interesseert me liefst in verhouding tot deze keuze die ik moet maken. Dan word ik voor een voldongen moment gezet. O, u wordt ook een beetje zenuwachtig, heb je, maar laat ons alsjeblieft niet langer wachten. Wie gaat er naar Oslo? Destijds met het hele cynische gebeuren van het Songfestival was nou niet echt even een toppertje van Pierre op dat moment. Omdat hij zelf in gigantische verwarring was wie hij nou moest laten winnen. Hij wist het echt niet. Kruis op munt, ik kan dat niet doen. U kan het niet doen? Beide vind ik ze even sterk. Maar Pierre, u moet het nu gaan doen. We zijn live in de uitzending. Hij werd echt tegen de muur gezet van hé, ja, ik ben degene die dat moet kiezen. Ik heb alleen het liedje geschreven. En dat vond ik wel jammer, want er is wel veel heisa over geweest. Het is een chaos in de studio, dames en heren, mensen thuis. Maar ik krijg hierdoor dat u toch echt moet gaan kiezen. Dus ik wil dat u nu die knoop doorhakt. Nou ja, toen werd het bekendgemaakt. Hij kwam er niet uit. Maar wat moet ik nou doen? Nog steeds toen hij er stond. En op een gegeven moment, nou ja, dan maar Sieneke. Als u het niet kan beslissen, dan ga ik terug naar de jury en dan vraag ik het de jury. Nou, Sieneke. Sieneke! Ja, wat doe je nou? Dat komt niet goed over, dit komt niet. En het let hem ook niet. Men moest er wel een beetje om lachen eigenlijk. Dat hij eigenlijk uit zijn twijfel die reactie gaf. Terwijl hij gewoon achteraf weer had kunnen zeggen van, nee hoor, zie ik het. Maar omdat hij zo twijfelde. En dat is de gevoelsmens die gewoon op dat moment niet zo diplomatiek bezig was. Die was gewoon eerlijk. En dat mag je niet al te vaak zijn, soms. Als je wilt weten wie ik ben, luister dan even naar dit lied. Dan is het net of ik je ook goed ken. Dezelfde ondeugd, zelfde deugd. Het begon al in onze jeugd. Ik schreef het neer met een kroontjespen. Ik ben opgegroeid met muziek van Pierre Cardin. Jazeker, mijn moeder luisterde altijd naar piratenzenders en dat was nog in die jaren. En natuurlijk kwamen al die hits van Pierre daar ook langs. Om 7:00 's morgens zette mijn vader de radio aan, of Veronica was dat toen. En dan hoorden wij keihard Pierre en Corrie en Ben Kramer voorbij komen. Allemaal liedjes van Pierre. En dat was echt zoiets, oh wat mooi. En dan had ik echt zo'n, ik was dan 12, 13. Heel veel bewondering ervoor. Het is geen geniaal pianist, het is geen geniaal zanger, het is geen geniale gitarist. En toch scoorde die hit mee. Vader Abraham had 7 zonen had vader Abraham. Laten we heel eerlijk zijn, de grote hits wat vroeger langskwam, daarvan was toch wel 20, 30, misschien wel 40% geschreven door Pierre. Ik denk dat heel Nederland nog niet weet wat eigenlijk Pierre voor een mens is en wat hij allemaal geschreven heeft. En dan staan ze versteld, als dat even allemaal op een rijtje wordt gezet, wat hij allemaal heeft gedaan, ja, dan zeggen ze, zo heeft hij zoveel gedaan, dat wist ik niet. De wereld zal toch ooit vergaan, maar jij en ik blijven bestaan. Pierre heeft waanzinnig veel in die top 40 gestaan. Was het niet met zijn eigen nummers of met zijn eigen platen, dan was het wel met andere artiesten. Die man die had zijn bed in de studio staan onderhand. Hij had op een gegeven moment zelfs 6 producties in de hitparade staan. Het ging achter elkaar door. Loop maar een café binnen, loop maar een zaal binnen hier en begin een liedje van Pierre te zingen. Iedereen volgt. Dus heel Nederland kent wel degelijk alles van Pierre Cardin. En ook mensen uit het vak. Of ook al geven ze het misschien soms niet graag toe. Pierre is gewoon groot. Over smaak valt niet te twisten. Punt uit. Dat is... Maar ga maar nou niet zeggen dat hij niks gedaan heeft. Zeg, kom, miljoenen platen verkocht. Dat is... Zou iedereen een gek zijn die de platen gekocht heeft? Kom op, nou. Antonius Laurentius Carter,
tekstschrijver, componist, banketbakker, producer, discjockey en zanger. Voor wat Pierre Cartner creatief en uitvoerend honderdduizenden aan vreugde verschaft. Voor zijn veelzijdigheid en perfectionisme, die hij niet alleen ten eigen bate aanwendde, maar waarmee hij nu bekende artiesten brood op de plank gaf. Voor Corrie en de Rekel schreef Pierre het succesnummer Huilen is voor jou te laat. Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer. Wacht maar niet op mij, het is de laatste keer. Dat ik hem voor het eerst ontmoette, dat is eigenlijk gekomen door Ries Brouwers. Dat was een platenzaak toen in Sint-Willebord, waar we toen woonden. En die heeft mij in contact gebracht met Pierre Cartner. Toen zei hij van nou, laat dat meisje maar eens komen dan. En toen ring bij hem aan de deur gebeld. En toen woonde hij, dacht ik, nog bij zijn vader en moeder boven. Toen ben ik eigenlijk, want ik was bezig voor kapster. En toen zei Annie, oh dat is wel leuk. Ik zei nou, ik wil best een keer je haar doen. En zodoende kwam ik daar wel eens. En toen zei Annie, zijn vrouw dan, van ja, ga toch eens iets schrijven voor dat meisje, joh. En toen hebben we een auditie gedaan. Ja, en toen is het allemaal doorgegaan, is Pierre voor ons gaan schrijven. Pierre heeft eigenlijk aan onze wieg gestaan, zeg ik altijd. Dus hij heeft van Vaarwel, ik zag een traan weer laten, mijn stil verdriet, Huilen is voor jou te laten. Dat was een kanjer van een hit. En dat stond 41 weken in de top 40, dus dat, ja, dat kon niet meer kapot. En dus Corrie en de Rekels, die waren er. En ja, toen kregen we de ene hit na de andere. Rozen die bloeien ook, zonder het te weten. Ja, ga maar door. Pierre heeft zo verschrikkelijk veel mooie liedjes en goede liedjes geschreven. Want eigenlijk toch, ja, veel daarvan heeft in de top 40 gestaan, ja. Ik hou van jou, ik blijf je altijd trouw. Zolang ik leef, blijf ik alleen van jou. Het deed mij aan een talentjacht in Scheveningen. En ik won daar die talentjacht. En het was een prachtige sportwagen te winnen. Ik had geen rijbewijs, dus ik heb hem gelijk verkocht, die wagen. En Pierre die heeft het gezien en die belde mij de dag erop. Hij zegt, oh, gefeliciteerd. Hij zegt, maar wil je geen plaatje maken? Ik zeg, nou, ja, waarom niet? Hartstikke leuk, meneer Cartner. Hè? En hij zegt, maar luister, die liedjes die jij daar gezongen hebt, waren het Engels. Die moeten wel in het Nederlands. Pierre Cartner noemt hem de mannelijke zangeres zonder naam. Jacques haalde in Sopot, Polen, minutenlange ovaties met Manuela. Daarvoor kreeg hij een gouden en een platinaplaat. Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar, we spraken van de liefde. Het was toch zo mooi. In februari zijn we in de studio ingegaan. Manuela. Nou, ik had het muziek had ik dus wel goed doorgenomen thuis. En een keer doorgenomen in de studio. En toen zei je, nou, we gaan hem opnemen. Hè? Hup, record, opname. Ja, en toen kwam ik bij een gedeelte waar eigenlijk mijn stem wat oversloeg. Dus het nummer was gedaan. Ik zei, sorry Pierre, foutje. Nee. Hij zegt, die emotie die laten we erin. Dat maakt het nummer gewoon veel sterker. Oké, wat jij wil, Pierre. Dus eigenlijk heb ik vanaf de één keer ingezongen. Toch, en dat, ja, dat vond ik toch wel heel frappant. Later dacht ik aan, bij andere opnamen, dat ik dacht, nou hier moet ik wel 20 keer opnieuw. Maar Manuela was gewoon één keer en dan zo'n grote hit geworden. Geweldig. Wat heb ik door mijn schuld haar aangedaan? Manuela, Manuela. Ik heb jou leren kennen toen ik een jaar of 14 was. Toen trad ik op in een soort van middagkinderprogramma.
En daar was een van zijn muzikanten, die in de band speelde bij Pierre. En die kwam naar me toe na het optreden en zegt, ik denk dat er voor jou een mooi kansje daar zou liggen. Wij spelen morgen in Wustwezel, net op de grens. En kom even langs. En dan vraagt hij altijd een meisje om zou het eerst een lieve opa te zingen. En spring gewoon het podium op. Dat heb ik gedaan. En geen week later zat Pierre en zijn mensen, die zijn zaken behartigden, bij ons thuis. Ze woont in België. Ze is de jongste uit onze show vanavond. En ze heet Mieke. En ze zingt voor u Klein Klokje. En ze krijgt van u ook een applaus. Klein Klokje in de toren. Jij bent overal te horen. Over pleinen en straten wil je altijd met ons praten. Soms voor een bruid die dromen gaat, of een kind wat wordt geboren. Klein klokje daar hoog in de toren. Ik heb laatst heb ik het contractje, mijn eerste contractje gevonden met Dureco toen. En daarin zie je gewoon, als ik dat nu zie na 40 jaar, dan weet ik gewoon dat Pierre met zulke goede bedoelingen en zo heel eerlijk, en daar ben ik zeker van, dat heel goed voor mij heeft geregeld. Ja, en met mijn ouders toen. Hij heeft dat heel, heel netjes gedaan. Want ik hoor heel veel artiesten die anders zijn begonnen. Ik heb gewoon geluk gehad wat dat betreft. Ik heb gewoon, ja, ik ben bij de goede mensen terechtgekomen. Als pianist vroeger ben ik in de studio's zelfs begonnen dankzij Dick van der Meer van de studio's in Neder-Ostenberg. Daar nam Pierre Cartner heel veel op. En wij namen album op met Rondel Ernie en de Shakers. Het was allemaal rock'n'roll, een heleboel gedoe. En toen heeft Dick tegen Pierre gezegd, je moet Jan eens vragen om piano te spelen. En toen heb ik een heleboel liedjes met Pierre opgenomen, waar onder andere, als pianist gewoon, waar onder andere volgens mij een kleine café aan de haven, ik weet niet zeker, maar dat kan haast niet anders. In mijn beginjaren, weet ik nog goed, toen heb ik hem ooit een keer een brief geschreven. Ik was toen een jaar of 11 en ik wilde een plaatje maken. En ik had gehoopt dat Pierre Cartner voor mij een liedje wilde schrijven. Maar ik kreeg kort daarop een brief terug met helaas zien we niks in jouw zangtalent. Dus dat was wel een domper. Maar goed, later heeft hij het goed gemaakt met een duet. En dat was tegelijkertijd ook voor mij de doorbraak in België. Als jongetje stond ik vooraan en zag jou op de bühne staan. Ik dacht toen aan één ding, als ik later ook zing, moet het ook zonder hoedje gaan. Nu zijn we alle twee artiesten, de ene jong, de ander oud. Dat gaat zo door ons hele leven, omdat je veel van zingen houdt. Hier is hij in levende lijven, onze eigen vader Abraham, Pierre Cartner. Wanneer ben je begonnen met liedjes schrijven? In diensttijd begon ik al vrij snel te denken, god, een liedje schrijven is wel leuk en een tekstje erbij en zo. Maar toen maakte je een plaat Gebeurtenissen. Ja. Dat was een plaat zonder enig refrein. Ja. Maar het scoorde wel. En daarna was het gewoon in één keer weer afgelopen met je. Voordat Pierre dus werd ontdekt, laat ik zo zeggen, en werd aangenomen als producer, had hij natuurlijk een aantal jaren dat hij in Antwerpen als bakker zijn brood moet verdienen voor zijn gezin. En toen schreef hij al liedjes. Ja, en hij dacht, als ik nou wat schuine liedjes zing, dan ga ik het misschien wel kwijt. Je reisde op een gegeven moment waarschijnlijk met de laatste centen die je had naar Amsterdam. Ja, dan ga je liftend naar Amsterdam en je staat met je gitaar onder je arm en je ziel op het Damrak. Want dat zijn dus plekjes als je dan nog eens langs rijdt als je dan op weg bent naar een tv of een optreden. Dan die telefooncel is er niet meer, maar voor mij staat hij er nog steeds. Dat tussen de Dam en het station. En ik bel daar met een dubbeltje, want dat kostte toen een dubbeltje, op naar de platenmaatschappij waar ik toen ja, mijn successen heb gemaakt. En dan vraag je aan Annie de Reuver. Annie die laat mij
gekomen, terwijl ze toch eigenlijk naar Brussel moest voor plaatopname met de kermisklanten. Die had ze ontdekt. En ik mocht komen. En ja, een liedje. Het was zo dat ik bij mijn platenmaatschappij, Dureco destijds, mijn ontdekster Annie de Reuver, liet zij weten dat ze ging naar een andere platenmaatschappij toe. En toen kwam Pierre Katter in beeld. Pierre is eigenlijk ook door Annie de Reuver een beetje ontdekt ook. Onder de naam Lord Wanhoop, als ik me niet vergis, maakte hij toen schuine liedjes. Laat ik het zo zeggen. Echt Lord Wanhoop, hè. Bij Lili Marleen kijk je zomaar door haar kantebloesje heen. Bij Lili Marleen, bij Lili Marleen zie je alles wat je weten wil meteen. Het is dat je wat geeft aan mij in het bad met Violetta. Lord Wanhoop, dat is inderdaad waar hij mee begon. Kijk, Pierre was natuurlijk een schrijver. En een schrijver die begeeft zich gauw op... Ja, ook wat mooie hoezen trouwens, ja. Op het gebied van schuine liedjes en zo. En ik weet niet wat hij daarmee verdiend heeft, of het goed gelopen heeft. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen het best leuk gevonden hebben om zulke liedjes te horen en zo. En zeker met feesten en zo en ondeugende dingen. Dus kijk, als dit allemaal al van Pierre is, jongens, hè? Al die liedjes, dat getuigt al van... Een geweldig talent als schrijver en componist. Dus je hoeft er verder niks over te zeggen. In het bad, niet te heet, niet te koud. Met Violetta, niet te heet, niet te koud. Ik heb nog nooit zo'n stuk gehad. Niet te heet, niet te koud. Nou, ik denk dat Pierre, voordat hij echt bekend werd als Pierre Cartner en platen ging produceren, dat hij ook van alles geprobeerd heeft. En op een gegeven moment had hij al die schuine en schoenige liedjes niet meer nodig. En kon hij op eigen benen staan. En is Pierre Cartner een zeer waardevol Nederlands componist, tekstdichter gebleken, zeg maar, waar we met z'n allen best trots op mogen zijn. We deelden toch alles samen. Ik ben gelukkig met jou aan mijn zij. In gedachten zie ik het kerkje weer waar we trouwden. Ik vergeet die dag nooit meer. Daar waar we samen het boontje namen. De zon ging... Nou, kom eens kijken. Ik heb hier de opnameruimte. Deurtje piept een beetje. Kijk, hier ligt echt historie. Want hier hebben ze allemaal gestaan op deze plek. Hier is het dus echt begonnen. Van Pierre Cartner, Manuela, Jacques Herp, Ben Kramer, de clown. En we hebben al die jaren allemaal naar boven gekeken. Want dat is uit de radiotijd. Dick van der Meer, dat is daar. Die heeft natuurlijk Dick van der Meer. Die is begonnen in de jaren 60. Er was ook een technicus van uit de Wereldomroep. En dit is deze studio begonnen en daar kwam toen veel nationaal product uit. Ik voel nog aan de ene kant die sterke grote vaderhand. Ik voel nog aan de andere kant die lieve zachte moederhand. Dus hier hebben ze eigenlijk allemaal gestaan, allemaal op dit plekje. Nooit daar of daar, altijd hier. Dus dat we zo visueel contact hadden met elkaar. Van André Hazes tot Pierre Cartner tot noem ze allemaal maar op. Het dorpje waar ik woonde lang geleden, slijderde... Ik moet hem weer terug hebben, ik word helemaal gek. Het is die... Ik krijg die gitaarvader, dan weet ik hem gewoon. Ja. Geef hem nou maar, nou weet ik hem. Ja. Ja, nou weet ik het niet. Het dorpje waar ik woonde lang geleden, slijt met alle tijden mee. De oude landweg is voorgoed een grote straat. Toch had... Het leukste was van Pierre dat hij had niet altijd de teksten klaar. Het was zo dat dan zat hij in de foyer nog even met de teksten te spelen. En dan zei ik, Pierre, kunnen we al even twee regels doen? En dan twee regels bij, ja, het is nu klaar hoor. Nou, gaat je gang. Schitterend.
En nou je zingt. Het dorpje waar ik woonde lang geleden slijt met alle tijden mee. De oude landweg is vergoed in een grote straat. Ja, je heeft er wel geschreven, een beetje wat mooi. Toch houden alle mensen van elkaar met zoveel nog. Ja, ik ben het tekstje nog aan schrijven, jongens, dat geeft niks. La 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 la. La 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 la. Ja, nou begrijp ik het. Wat ik met name bijzonder knap vind, is dat hij zich kan inleven in andere artiesten. Natuurlijk voor zichzelf heeft hij een prachtige hits gemaakt. Maar dat je daarnaast als componist, producent, liedjes kan schrijven voor iemand anders. En die dan ook nog bij iemand passen. Dat vind ik echt, daar ben ik best wel jaloers op. Zou het erg zijn, lieve opa, als de wind niet meer waait. Als de haan in de morgen zijn lied niet meer kraait. Zou het erg zijn, lieve opa, als het gras niet meer groeit? Zou het erg zijn, lieve opa, als een bloem niet meer bloeit? Nee, mijn kleine Wilma, als jij maar van me houdt. Ja, mijn lieve opa, als jij. Hij heeft een feilloos gevoel wat kan. En speciaal dus voor Nederlandstalige muziek. En of het nou qua muziek is of hè, en tempo en tekst. Hij schrijft doelbewust voor mensen die van Nederlandstalige muziek houden. Huilen is van jou te laat. Ik kom niet meer. Wacht maar niet op mij. Het is de laatste keer. En uiteindelijk is het een beetje triest. En, maar toch, af en toe vind ik het wel eens heel frappant dat mensen lopen de polonaise op en ze zingen het gewoon lachen mee. Ik denk dat hij heel goed weet wat er onder de mensen leeft. Ik denk dat hij heel goed weet wat gezelligheid is in een kroeg. En tegelijkertijd weet hij ook het gevoel is van verdriet. Hij was maar een clown in het wit en het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het fel gele licht. Maar onder die lach zat een droevig gezicht. Hij woonde alleen in de wagen van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Hè? Zijn hoed was te klein, zijn schoenen te groot. Hij was met een clown, maar nu is hij dood. Iedereen herkende die. Iedereen was blij als hij die man zag. Eigenlijk, maar het was een triest man. En waarom is het nummer dan zo'n hit geworden? Want iedereen zong dat. Herinner, dan ging het wel eens naar rechts. Maar die man was hartstikke dood. Ik bedoel, het was helemaal geen feestnummer. Maar de melodie nodigde hij uit tot meezingen. Terwijl het een trieste tekst was. En toen heeft Pierre me ook nog wel eens verteld. Van ja, maar de clowns zijn we eigenlijk allemaal. Dan heeft hij gelijk in. We zijn allemaal een clown. Als jij 's morgens een enorme ruzie hebt gehad met je vriend of met je man. En je moet diezelfde ochtend nog naar je werk. En je komt binnen en de baas ziet je. Dan ga je met zo'n gezicht zitten. Dan doe je net of er niks aan de hand is. Dus dat zijn we allemaal een beetje. En die clown is dat dus ook. Ik heb in 1999 heb ik verbouwd hier. Toen is deze mengtafel gekomen.
Die ruit ging eruit. Dus de oude mengtafel gegaan en de nieuwe kwam. Ik vertelde tegen Pierre, ik zei, Pierre, dit is de laatste keer dat die mengtafel hier nog staat. Die gaat nu vertrekken. En toen zei ik, daar heb je al je hits aan te danken, aan die mengtafel. Wil je nog iets zeggen tegen hem? Zei hij, nou, ik geef hem een kus. En hier gaf hij dus de afscheidskus aan de oude mengtafel. Losgooien, hè? We gaan. Een lange vakantie zit er dit jaar niet in. Maar er zijn altijd wel een paar dagen dat je in de Biesbos, waar mijn boot ligt, even erbuiten kunt trekken met mijn vrouw, mijn zoon, Walter. Om eventjes van de alledaagse sleur weg te zijn van het toch wel drukke werk. Zijn talent is schrijven. Zijn talent is... muziek maken en altijd maar bezig zijn, want het is een workaholic. Ik neem aan op dit moment dat hij misschien gewoon weer liedjes zit te schrijven. Of achter zijn piano of met een van zijn vele gitaren die hij daar heeft hangen. Ik denk dat Pierre, of nou vakantie was of niet, of dat hij vrije tijd had of niet, dat hij altijd met muziek bezig was. In het achterhoofd was hij altijd liedjes aan het maken, denk ik. Als Pierre keek naar iets, dan had hij een idee voor een liedje. Je gaat er met je gitaar en... kant op. Je krijgt wat ideetjes, je hebt een pennetje bij je en een papier. Achter aan de hand, op het Scheveningse strand, ze hebben niks meer aan. La-la-la-la-la. Pierre was wel de man die het meest in zijn eigen liedjes geloofde. Die echt dacht van, als ik ben, wat stel je nou voor, je komt de studio binnen en er zitten allemaal topmuzikanten. En je komt binnen, jongens, goedemorgen. Goedemorgen, Pierre. Wat gaan we opnemen vandaag? We gaan opnemen Ugge. Het stikt hier van de burger. Tuurlijk, Pierre. Ige. Het stikt hier van de vliegen. Tuurlijk gaan we dat opnemen, Pierre. Hoeveel akkoorden? 2, 3. En Pierre wist dan het te doen alsof hij gewoon echt Strangers in the Night had gecombineerd. Of het Wilhelmus, bij wijze van spreken. Van jongens, dit is de beste song die er ooit gemaakt is. Soms echt onbeschoft arrogant over zijn eigen liedje. Maar we trapten er allemaal in. En we zaten echt een minuut later heel lief te spelen. Dat is een groot talent van Pierre. Stikje van de muggen, dat is dan wel geen vondel. Maar toch een tekst die het volk heel ruim heeft aangesproken en ook mij. Want op alle feestjes waar ik kwam zongen ze toch het stikje van de muggen. En als je dat zo leest, denk je, ja, wat moet je daar nou mee? Maar als je dat gewoon met een goede melodie daaronder en een aankleding van een orkest en een koor en dan de figuur van vader Abraham zelf daar zo erbij zet, werkt dat fantastisch. Dat is een wereldnummer. Als je een liedje hebt, dat heeft een bepaalde vorm. Dat heeft een coupletje, een refreintje, een coupletje, een refrein. En tegenwoordig hebben we dan altijd nog eens een keer een pre-chorus. Hebben we een middle eight, een bridge en zo. Dus de structuren van de liedjes van tegenwoordig zijn veel complexer als dat ze vroeger waren. En Pierre, bijna alle liedjes beginnen met een introotje. Dat is eigenlijk liedje natuurlijk, een introotje, even sfeer neerzetten. En daarna komt bij Pierre altijd het couplet. Dus nooit een refrein, maar altijd een couplet. Dan een refrein, daarna weer een couplet en weer een refrein. En als je geluk hebt, nog een keer een refrein. Dus dat is eigenlijk altijd de structuur van de liedjes van Pierre. Dat is zonder uitzondering. Een liedje hoeft niet altijd moeilijk te zijn omdat het mooi zou moeten zijn. Kijk maar naar Huilen is voor jou te laat. Hè, dat was een liedje met 3 akkoorden. En dat was toch een hele grote hit. Dat heeft hij gewoon. Hij kan dat gewoon.
En als je dan inzoomt op zo'n coupletje, dan was het bij Pierre eigenlijk altijd dat hij het melodietje, ik zeg maar, dat staat bijvoorbeeld uit vier regels, tekstregels. Dan had je dus in die vier regels, dat waren allemaal dezelfde ritmieken. En het enige wat varieerde waren de melodische noten. Dus, en als je dus het eerste regeltje had gehad, dan was het tweede regeltje eigenlijk al heel duidelijk. En als je die tweede regel, dan wist je die derde en die vierde wist je ook al. En dus dat was het couplet. En bij het refrein had hij dan een ander themaatje. En dat maakte het dan heel leuk. Dus dan had je dus alleen een themaatje in het couplet en het refrein. Dus daarom worden het heel grote hits, omdat het heel erg voorspelbaar is. Want als je eenmaal begint, denk je, nou, dan zal dit wel de tweede regel worden. En de derde, dus je het een keer mee wil zingen, is het heel eenvoudig. Want ritmisch herhaalt het zich en melodisch ook. Ja, ik ben Van der Steen, ik heb een derde been. Ik was met twee al blij, toen kwam er nog één bij. Ja, ik ben Van der Steen. Pierre is een simpel producer, maar ongelooflijk to the point. Het was in mijn begin en in de loop der tijden met Losvast en weet ik wat dan ook, zijn we elkaar heel veel tegengekomen. Hij kon op de een of andere wijze heel direct duidelijk maken wat hij nou wilde horen. Wat hij dacht ook wat de mensen leuk vonden. En 9 van de 10 had hij daar gelijk in. Dat blijkt wel uit alle artiesten die hij deed. Of het nou Manuela is van Jacques Herp, of het nou de Kindersterretjes zijn, of het Corrie en de Rekels zijn, of het Pierre zelf is. 9 van de Jacques Herp ook echt raak, weet je wel. En dan zeiden heel vaak mensen tegen Pierre, maar is dat niet te simpel wat je nu aan het doen bent? En dan zaten we echt 3 minuten lang tot om te doen. En dan hoorde je het eindresultaat en dacht, ja, het is toch wel eigenlijk geniaal bedacht. Want een liedje als het kleine café aan de haven, het is niet voor niks door zo verschrikkelijk veel mensen opgenomen. Dat moet kwaliteit hebben. Ja. Zelfs Kunnen jullie door de waterkraan heeft heel veel kwaliteiten. Dat is de eerste regel eigenlijk. En dan gaat het gewoon verder, een toontje lager, maar precies herhaald. En nou zijn we eigenlijk halverwege het refrein, nou begint het gewoon nog een keer helemaal van voren af aan. Nou, makkelijker kun je het niet hebben. En dat is gewoon zijn enorme kracht met enorme eenvoudige melodieën, herhalende, repeterende ritmieken, dus enorme zeggingskracht krijgen. En waar mensen dan vaak modulaties en ingewikkelde dingen voor nodig hebben, Pierre niet, blijft altijd heel eenvoudig en dat is zijn kracht, nog steeds. Waar komen jullie dan vandaan? Ja, leuk. La 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 la. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurven huisjes staan. Waar komen jullie toch vandaan? Waar komen jullie toch vandaan? Dit is een periode, hè. Ik zal het nooit vergeten. Dat is wel grappig, anekdote. En als Pierre, als ik het mis heb, dan moet je me corrigeren. Maar ik weet wel bijna zeker dat het klopte. Dat toen ik bij de platenmaatschappij Dureco op een goede dag was, Pierre kwam daar ook uiteraard, die was daar binnen. En Robbie Aartsen, dat was de directeur, die had op een gegeven moment een gesprek met Pierre. En ik had ook een gesprek met Robbie daarna, maar Pierre was eerder aan de beurt. Dus, en ik hoor me toch ruzie door die deur heen. En die deur ging open en Pierre kwam met rook uit zijn neus, kwam hij eruit en liep kwaad weg. Dus ik hem achterna. Ik zei, wat is er gebeurd, joh? Hij zei, nou, ze is helemaal gek geworden, dit en dat. Ze, wat dan? Hij zei, nou, ik heb een liedje opgenomen, het smurvenlied. En dat willen ze niet uitbrengen. Dat willen ze, nou heb ik gezegd, als je het niet doet, dan bekijk je het maar. En dan stop ik met mijn contract en verleng ik het dan ook niet. Want ik zet toevallig ook voor contractverlenging. Je brengt het uit als single punt uit. En nou ja, met pijn en moeite hebben ze dan 500 singeltjes willen persen. En bij mijn weten heeft Dureco daar een jaar of 12 op gedraaid. Gisteren ontving Pierre Karner, ofwel vader Abraham, uit handen van Dureco's adjunct-directeur Dolf van Nijnatten, een grote bronzen smurf. Dit voor zijn vertolking van het smurfenlied dat maar liefst 25 miljoen maal over de toonbank ging. Waar komen jullie toch vandaan? Want behalve in het Nederlands zingt hij het in het Duits. Zeeën alle dat zoals wie eer. Ja, wie zeeën zoals wie. Engels. Do you do things that we don't dare? We are real smurfs, so we don't care. Then
Spaans. Si tú quieres escuchar. Adelante, pitufo. Een wereldhit scoren met de woorden kunnen jullie door een waterkraan is vrij briljant. Kunnen jullie door een waterkraan? Wij kunnen door een waterkraan. En ook door een sleutelgat. Ja, ook door een sleutelgat. Ik vond dat een unieke uitvinding, absoluut. En dat kwam eigenlijk maar door die kleine dingetjes die hij zag ergens staan in een benzinetankstation of zo. En daarop eens een liedje gaan schrijven. Ja, ik vind het geweldig. Op een gegeven moment dacht ik toch, wat zijn dat eigenlijk goede mannetjes, hè, die smurven. Doen overal goed en waar iemand iets gestolen heeft, dat brengen ze weer terug. Dat zoeken ze allemaal uit. Nou, en dan zit je in je auto en dan denk je... dat moet een vraag-en-antwoord spelletje worden. Hè, tussen de vader Abel en de smurven, de Andersen en de kinderen eigenlijk. Hè. Nou, dan kom je thuis. En dan wonderbaarlijkerwijs, want normaal doe je het al langer over, want een liedje schrijven ook in ons genre is 10% inspiratie en 90% zweet, zeg ik altijd. Maar dat was gewoon inspiratie en in 20 minuten tijd stond zo'n liedje, dat smurvenlied, wat nu heel Europa kent en binnenkort ook verder buiten, stond dan op in je geheugen gegriefd en op een paar simpele nootjes van papier. En dan ga je afvragen, wat is dat nou? Hè? Maar ja, het is me gelukt. Image, hè? Die witte baard, dat brilletje, dat hoedje. Gaat je dat langzamerhand niet een beetje tegenstaan? Van de ene kant wel, maar van de andere kant geloof ik dat ik... Ik ben niet zo'n erg zekere figuur op het toneel. En daarom geloof ik als Pierre Cardin dat ik een beetje bang zou zijn om te werken. Niet bang voor het publiek, maar toch bang om op deze manier te werken. En ik denk dat elke verkleedpartij in de wereld, of het nou Charlie Chaplin was, dat is een heel grote Doris, dat dat toch een zekere schroom was om je eigen totaal te geven aan het publiek. Misschien is het een beetje laf, maar dan krijg je een verschuiling achter iets waardoor je meer kunt geven. En ik denk dat de grote frustratie van Pierre is, dat hij eigenlijk, had hij het liefst denk ik zelf in het theater gestaan zonder baard en bolhoedje. En had hij gewoon echt Aznavour willen zijn. Of een Leonard Cohen of weet ik wat dan ook. Ik denk dat dat Pierre gefrustreerd heeft. Want hij heeft heel veel mooie songs gemaakt. En dan soms deed hij het in een van onze uitzendingen los vast of waar dan ook. En dan deed hij het alleen met de piano of een gitaar. En dan zag je echt, zat ik te luisteren en denk van man, eigenlijk in je simpelheid zing je hartstikke mooi. Het is een mooi liedje. Geloof daar nou eens in, geloof eens in jezelf. Maar hij had altijd of een bolhoedje, of het moest een blauwe poppetje zijn, of weet ik wat dan ook. Weet je. En ik denk dat hij daar wel eens aan terugdenkt. Ik denk van, goh, ik zou toch zelf eigenlijk wel iets serieuzer genomen willen worden als artiest. Maar ja, hij deed er ook alles zelf aan om dat op een gegeven moment naar de knoppen te helpen. Weet je wel, want dan dacht je eigenlijk, nou, daar heb je een mooi liedje en dat is dus Pierre Cardin. Nee hoor, dan kwam hij weer als vader Abraham, of hij kwam als Okusje Dokus, weet ik veel. Hij bedacht altijd weer iets erbij wat te veel was. Funny puppy, funny puppy. Is een volkje blij en goed? Feesten zit ons in het bloed. Vader Abraham had 7 woepies, 7 woepies had vader Abraham. Zijn ook echte tranen. Er gaat niets boven het smartlap krokodillenlied. Oh, de mosselsmurf begint. Yes! Juist omdat de muziek vaak zo eenvoudig is, wordt er nog wel eens, vindt men het een beetje van, ah, en daar kan hij verschrikkelijk kwaad om worden. En dat weet ik. En ik heb ook wel eens tegen hem gezegd, Pierre, trek je je nou niet aan, jongen. Ik zeg, je hebt jezelf toch al lang bewezen, je lacht ze toch allemaal uit.
Ja, zegt hij. Maar toch, ik ken het gevoel heel goed. Dus ik begrijp het precies. Alleen, het is net alsof hij op een of andere manier nog steeds niet, op een of andere manier nog steeds niet geaccepteerd is. Het is heel raar. Ondanks de gouden Europa-beker, een prijs die hij onlangs ontving in Duitsland, waar hij naast Mireille Mathieu en ABBA tot populairste mannelijke artiest van 1978 werd uitgeroepen, ondanks zijn 40 gouden en 20 platina-platen, ondanks dat, wordt hij in Nederland als zanger-componist nog steeds niet au sérieux genomen. Mijn uitgangspunt was huilen ze te laat voor Corinne Rekers, heb ik dus geschreven. En Vader Abel met 7 zonen. Wat ik geweldige liedjes nog vind, ik breng ze, iedereen die dat weet van de bühne, die brengt ze nog met net zoveel plezier. En ik ben eigenlijk niet veel veranderd, maar dat heeft dat bekende ABBA-schema. En dat mag dan niet. Alsof Tracy's in de Night van Frank Sinatra wat anders zou zijn dan mijn Bedankt Lieve Ouders. Maar dat is niks anders. Maar ja, ik weet niet wat het is. Ik ben Vader Abel met die hoed op en met die grijze baard. En dat is, dat wordt in Nederland niet zo in dank afgenomen bij de media. Een grote ster in Nederland wordt niet echt gewaardeerd. Doe jij nou maar gewoon, dan doe je goed genoeg. Nou, dat is Nederland. Maar in Duitsland, of weet ik waar ter wereld, zou die man op handen zijn gedragen. Iedereen gaat de studio in met het idee van, ik heb de grote hit in handen. En het gaat om die grote hit, want daarmee ben je bezig, je bent artiest. En dat geld, dat komt wel of dat komt niet. Ja, het is natuurlijk een gevoelig man. En ik neem aan, als je gevoelig bent, dan neem je die dingen gewoon gevoelig op. Als je geen gevoel had, dan zou je zeggen, ja, stek me allemaal. Ik doe mijn eigen ding. Maar zo is Pierre dus niet. Laten we hopen op een finale plek voor het eerst sinds 2004 voor Ik ben verliefd en zing maar mee, Shalali. Shalali, shalala, shalali, shalala. Ik denk dat het eigenlijk door dat Songfestival gekomen is, dat iedereen zo over hem gevallen is met dat liedje en dat hij een keuze moest doen toen op tv. En Pierre zegt nou eens wie het moet worden en zo. En dat raakt hem natuurlijk wel. Ik denk dat hij daarna ook gedacht heeft, nou, bekijk het allemaal maar. Laat mij maar met rust. Pierre is niet de enige waar het niet is afgelopen zoals het zoals hij het hoopte. Clouseau is in België ook naar het Songfestival geweest. En zijn als laatste geëindigd. En dat was toch een topgroep bij ons. Met een heel goed liedje. Ik vond Sinneke heel lief. Ik vond een heel lief liedje. Dat had gewoon alles kunnen zijn of niks. Nou, wat ermee gebeurd is met het liedje van Sinneke. Ze heeft dan wel niet gewonnen. Hè? Maar het was een gigantische hit. Iedereen kent het liedje. Daar hebben we natuurlijk met collega's wel eens vaker gesprekken over. Over het Shalali, Shalala lied. En dan voor ons, dan vragen wij meteen van, zing het eens aan die anderen. Iedereen kent het, Shalali, Shalala. Nou, noem de liedjes die daarna gekomen zijn en niemand kan geen refreintje meer zingen. Ja, dan ben je eigenlijk al klaar, hè? Want dat is natuurlijk weer het bewijs van de kracht van die liedjes van Pierre, ultiem is. Ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw en weet ik het niet meer. Shalali, Shalala, Shalali, Shalala, zo gaat het ongeveer. Shalali, Shalala. Ja hoor, goed gedaan. Het ziet er erg vrolijk uit. Ook een compliment voor Rolf Meter, die speciaal is overgekomen voor de regie. Peter en Floor, de memespelers. Het liedje is hier in Oslo erg populair. Dat zien we nu ook in de zaal. Onlangs heeft Pierre de Lifetime Achievement Award gekregen, de Buma Gala. En dat is natuurlijk de meeste grote erkenning. Beter kun je in Nederland niet krijgen, want het gaat over zijn hele oeuvre. En, maar hij was altijd op zoek naar erkenning en had het idee dus dat het altijd minder was wat hij deed. Maar als jij zoveel mensen zo gelukkig maakt met die liedjes en zoveel troost biedt, hoe kun je dan zeggen dus dat je, dat is, betere erkenning kun je niet hebben? Dames en heren, we gaan hem de Lifetime Achievement Award uitreiken. Dat mag ik doen, ik was ontzettend trots dat ik dat mocht doen vanavond.
Was je nu maar eigenlijk weer verkleed als... Met je hoedje. Beste Pierre, het is je van harte gegund. Ik hoop dat je er nog heel veel plezier van hebt. Ik weet, je hebt er al 15 thuis staan. Allemaal awards en zo. Maar deze had je nog niet. Alsjeblieft, dames en heren, Pierre Kamp. Het mooiste nummer wat hij ooit geschreven heeft. Pff. Hij heeft er zoveel geschreven. Je kan ook zeggen wat misschien het bekendste nummer wat hij geschreven heeft. Een wereldnummer is natuurlijk wel het kleine café in de haven geworden. Een smurvenlied, ook in alle talen. Er zijn er zoveel. Je kan mij eigenlijk niet vragen welk mooiste lied het is. Het mooiste liedje van Pierre. In de C-klasse. Dat vond ik een geweldig liedje. In de C-klasse, daar hoef je geen aardappels te jassen of weet ik wat dan ook. Maar dat vond ik een van de mooiste, simpelste, doeltreffendste Pierre Cardin liedjes. Zondags komen kleine kinderen op schoot. En ze vragen, opa, jij gaat toch niet dood? Ik verberg dan mijn gezicht in krullend haar. Van mijn kleinkind en ik denk nog een paar jaar. In de C-klasse mag je wel klaverjassen, je eigen piepers jassen, maar de zon kun je niet zien. In de C-klasse mag je nooit leren passen, niet eens je eigen passen, je zult wel zien. Geen zonne moeder, dat is het mooiste cadeau wat ik van Pierre heb gekregen, ja. Ja, dat is de grootste geweest. Hè. Dat was de eerste solo. Ik heb eerst nog met hem nog een duet gedaan. En als solo was dat de eerste echte hit. Ja, en dat blijkt nog steeds, want die kan je niet weglaten bij optredens. Een kind zonder moeder is als een vaas zonder bloemen. Een moeder is voor een kind nummer één. Als een kindje slaapt. Het allermooiste nummer wat hij ooit gemaakt heeft, is Bedank Lieve Ouders. Dat vind ik het ultieme, het mooiste lied wat hij ooit heeft gemaakt. Ik denk ook niet dat dat nummer, qua gevoel en qua intentie en qua hoe dat helemaal in elkaar zit en wat ermee gezegd wordt, ik denk niet dat dat overtroffen kan worden Nederlandstalig. Het was op een heel klein station, waar mijn leven toen begon. Ik leerde daar van mijn ouders toen lopen. Daar vertrok toen mijn trein. Ik moet er dankbaar voor zijn. Nu ben ik groot, maar eens was ik klein. Bedankt lieve ouders. Bedankt lieve ouders voor wat u mij hebt gegeven. Ik begrijp nu pas goed wat u voor mij hebt gedaan. Bedankt dat mijn nichtje in uw huis eens mocht staan. Hoe verklaar je nu dat gigantische succes van jouw op zichzelf zo simpel lijkende composities? Ja, ik geloof dat ik dingen weg durf te laten die ik schrijf. Dingen in de liedjes weg durf te laten om in te laten vullen. Ja. Dus als ik Bedankt Lieve Ouders heb geschreven, dan projecteer je dat in de eerste plaats op jezelf via een stationnetje waar je geboren bent, in Elst, in Gelderland. Maar voor de ander is dat toch weer dat huis waar zij geprojecteerd zien waar eens dat wiegje stond. Ik geloof dat er ook in het cafeetje zo, dat het cafeetje is wat ik bezing, maar je laat toch dingen open om te laten zien. Een ander vindt een cafeetje wel zo aardig, maar ik zorg dat er genoeg ingrediënten in zitten dat het cafeetje voor iedereen zou kunnen gelden. Ja, dat is het dus, een sentiment of een gedachtegang die iedereen thuis en waar ook in welk land kan volgen. Het is net als je een liedje van Pierre hoort, dat je denkt van, maar dat ken ik toch, terwijl het nieuw is.
Dus dat is heel commercieel. Niet A-commercieel, maar commercieel. En B, het onderbewustzijn van de mensen toch binnenkomen. Zo van, dat ken ik toch? Nee, nou. Daar in het kleine café. Het is zo simpel, het klinkt zo simpel. Alleen iedereen die gaat mee. En zo zijn er nog tig voorbeelden te noemen die hij gedaan heeft. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Hij kwam hier in 1973, 1974. En zat toen te wachten op een verslaggever om een reportage te maken. En die verslaggever was te laat. Dus in de tussentijd zat hij zo om zich heen te kijken en had hij een veeltje voor hem met een pen. En zo is begonnen met liedje te schrijven, Kleine Café aan de Haven. En op dat moment heeft hij ook aan mijn stiefvader achter de bar van laten zien van kijk, ik heb wat krabbeltjes opgeschreven en dat kon wel eens iets heel moois uit voortkomen. Ja, het is daar een heel goed café. Ja, ze komen echt uit overal vandaan. Australië, Canada en dan voornamelijk ook als Red Rose Café. Een van de vertalingen van het liedje Kleine Café aan de Haven. Uit alle werelddelen komen ze. Ja, ook in het Duits. Eigenlijk kent iedereen het nummer ook wel. De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. The cares of the day are all soon washed away. They sit on a stool at the bar. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial. Mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi. Et la neige fondue sous nos pas. Le vieux café. De hele grootste artiesten der aarde hebben zijn liedjes gezongen. Nou, dat vind ik nogal wat. Hè? Dus, en dan ging het dus eigenlijk helemaal niet om die tekst. Maar dan ging het gewoon om de uitstraling die het lied heeft, de melodie. Dat vind ik zo mooi. Maar dat komt ook omdat ik het in diverse andere uitvoeringen heb gehoord. Of dat nou in Zuid-Afrika was, dat iemand het in het Engels zong. Of in Amerika. Dat, en dan denk je, wat is het een goed liedje? Ja, waarom is dat zo'n mooi liedje? Omdat het realiteit is. En die realiteit heeft hij altijd gezocht. En hij is altijd dicht bij de mensen gebleven. En dat vind ik het knappe van hem. Hij kruipt in de mensen hun hoofd. Hij weet precies wat ze willen horen, denk ik. En de verhaaltjes die hij maakt, die staan ja, gewoon heel dicht bij iedereen. Down at the little cafe by the harbor. Nobody cares. Dat in de knijpen over de straat. Waar telt je wie je bent? Ik denk dat het voor niet veel componisten, tekstdichters, zangers weg is gelegd om met zoveel verschillende artiesten eigenlijk bijna hetzelfde repertoire, allemaal toch net iets te enten op die artiest. En bijna dezelfde muziek. En dan hit na hit scorend. En dat is knap. Als de hele wereld zegt, Peter Alexander, alle grote sterren, ik weet niet of Aznavour het heeft gedaan of wie dan ook. Het Kleine Café aan de Haven is dus een topsong. Dan is dat zo. Maar de versie van Pierre zelf is ook heel erg goed gezongen. En eigenlijk mooi gemaakt. Heel simpel verhaal. Maar akelig doeltreffend. En een prachtige melodie. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Maar een pintje, dat is er niet duur. Ik denk als Pierre Cartner er niet was geweest, dan was misschien 50% van bekend Nederland was er niet geweest. Zoveel heeft die man betekend, zoveel liedjes heeft hij geschreven voor anderen. Maastricht, daar in dat
herhalen. Er zijn nog heel veel mensen die ontzettend blij zouden zijn, moesten ze een liedje van hem krijgen. Ik zie Pierre dus echt niet voor het raam zitten en te kijken wie er allemaal voorbij komt. Dat is Pierre niet. Wie wil er niet een mooi liedje van hem? Wie zou er niet een cafeetje willen hebben? Pierre zal niet rusten. Ik denk dat Pierre gewoon in het harnas sterft. Je weet nooit of we een keer op een straat ergens in New York of zo elkaar tegenkomen. En dat we dan zeggen van, heb jij piano bij? Ja hoor, zing jij wat? Ja. En dan doen we een van zijn mooie liedjes. En dan weet ik zeker, al verstaan mensen het niet in een ander land, dat ze in de gaten hebben dat liedje deugt. Weet je wel, dus. In ons vak mag je nooit iets uitsluiten. Dus ik zou het een eer vinden om nog wel weer eens een keer met Pierre een mooi liedje te spelen. Hij komt in het rijtje van Johnny Hoes. Eigenlijk Johnny Hoes, Pierre Cardin. En dan is het een hele tijd stil. Eigenlijk blijft het dan stil. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Nog een tandje. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Dank u met dank aan André Rieu en zijn wereldorkest. Thuis bij Avrotros.